Dan doe ik er gewoon tegen de rand aan van het badje. Oh ja. Want dan heb ze die begrenzing, dat is niet zo vrij licht. Wat is dat? En dat was week 2 dat we in het ziekenhuis zijn. En nou, inmiddels moet ik heel even spieken. 14 dagen. Ze is nu 2125 gram. En inmiddels 44,5 centimeter. Dus dat is echt al wel gegroeid. Dat komt ook omdat ze nu een speciaal poeder krijgt. Een soort protein shake. Waardoor ze steeds zwaarder wordt. Dus dat is wel, wel mooi. En natuurlijk moedermelk doet heel goed. En echt wat ze laat zien. En dat zegt de artsen zeggen dat ook. Gewoon echt heel goed. Echt elke keer goede ontwikkeling. Goede sprongen maakt ze. En goed, net zei een arts wel. Of arts verpleegkundige hier zei wel van. Ja, hou er maar gewoon 2-3 weken. Nog rekening mee 2-3 weken. Dan kan het alleen maar meevallen. Het is voor mijzelf wel een beetje een domper. Ik hoop er eigenlijk een week, anderhalve week nog. Want ik vind het wel, wel pittig. Maar ja, goed, we zullen wel moeten. We zullen wel moeten. Dus, Zo, de vlag gaat echt uit als ze naar huis mag. Dat duurt dus nog even. We gaan week 3 in. Zo, woensdagochtend. We gaan Kendra even naar school brengen. Kan mooi uit zo. Waar is ze? Klaar. We zijn te laat. Te doorlopen. Bel. De bel ging. Ja, dan ben je te laat. Dan moet je de boei al binnen zijn. Loedermoeder. Ja, even aanzetten. Ja, het is gegroeid hè. Maar het is een mijlpaal vandaag, want wat gebeurt er, Jax? Met plakketjes af. Ja, de monitor gaat uit. En alle plakketjes gaan van de... Pizza. Ja. Nee. Ja. Papito. Ja. Oeh, ben je moe, hè? Jongen. Ja. Nou, daar gaat ze. Ongeveer 2,5 week later. Maar mooi. Heeft elk? 3, 4, 5. 5 vingers. Ja, goed zo. Heeft Kendra ook 5 vingers? 1, 2, 3 ook nog? 1, 2, 3. 1, 2. Ja, doe het al. Hey. Zo. Lekker boerenkool, hè? Oma. Kijk. Er is kaas op de weg van Haya Bain. Vrijdag 31 januari. Mevrouw is heel erg wakker. Terwijl ze net de voeding heeft gehad. En de arts was hier net. En Jacke was hier ook eventjes. En zij vertelde dus, even alles doornemen. En toestanden. Wist al wel een beetje hoe of wat. Maar ook dat natuurlijk dat het heel goed gaat. Maar kort maar krachtig. Zoals ze nu naar uitziet. En als ze het zo voorhoudt en echt laat zien. Morgen mag ze waarschijnlijk maandag of dinsdag naar huis. Oh. Best news ever. Dus, maar het is ook echt een toppetje.
En ze doet ook echt heel goed en groeit echt als een malle. Ze is inmiddels vandaag 2305 en ze komt van 1875, ja. Maar ja, ze komt eigenlijk van 1750, want het gewicht was natuurlijk wat teruggevallen. Mijn geboortegewicht is 1875, maar goed, in ieder geval nu vandaag 2305. Dus ze groeit echt gewoon naar 30 tot 50 per dag. Gram. Hè, sterretje. En ze is ook gewoon heel wakker. Terwijl ze net de voeding heeft gehad. Normaal slaapt ze na de voeding meteen. Dus ja, ik merk ook echt gewoon dat het echt een krachtige kind wordt. Het wordt echt een baby. Dat premature gaat er nu echt wel een beetje vanaf. Dus ja, wij zijn echt heel erg blij. Mogen ook niet te blij zijn, want er zitten nog wat voorwaarden aan qua drinken. Maar ja, het moet wel heel gek lopen als het niet zo is. Vind jij ook, hè? Je wil ook naar huis, hè? Ja. En ondertussen ruik ik het. Heeft de lui weer vol. Dat loopt ook heel goed. Hè? Loop lekker door, hè? Zaterdagochtend. En ik ben echt nog even aan het bijkomen van de ochtend. Want deze kleine meid verslikte zich tijdens het drinken. En nu gebeurt dat wel eens vaker. Maar ze bleef er echt in zitten. Ja, echt zo'n beetje. Ja, echt in hangen dat ze wat donkerder werd qua gezicht en de ogen. Maar ik kreeg gewoon geen contact met haar. Ik schrok me echt kapot. En nu weet ik, het zit ook nog een beetje in mijn achterhoofd met Kendra. Maar ik kreeg er dus echt gewoon. Nou, het duurde echt wel voor mijn gevoel te lang. Dus ik ben echt de gang op gesprint. Ik heb geen eens op de knop gedrukt, ik ben de gang op gesprint en de eerste beste verpleger. En toen kwam ze eigenlijk alweer terug, zeg maar. Maar oh, ik schrok me echt kapot. Ik kon wel janken. En ja, goed, uiteindelijk gebeurt dus dat wel vaker. En ja, dan moet je er eigenlijk een beetje prikkels geven om eruit te komen. Want ze moet verstandig gewoon weer ademen. Dus vergeet dus, dat zijn de momenten dat ze verslikt en dan vergeet te ademen. Dus ja, dat vind ik echt nog heel erg spannend. Zeker omdat ik er zelf niet goed uit kreeg. Of in ieder geval, voor mijn gevoel, duurde het te lang. Nou, net hebben we de zus gesproken en hebben we even overlegd dat we toch met het minimum gaan stoppen. Dat houdt in dat ze moet minimum van 300... Is dat goed? Ze heeft ons met 300 halen of zo? Ja. En dat betekent dat ze elke ronde 10 cc mag laten staan. Nou, dan gaat ze eigenlijk al iets over haar heen nu. Omdat ze gewoon echt kapot is. Dus dat ze gewoon echt wel sneu. En nu gaat al de energie naar drinken. Dus, nou goed, ze gaat even overleggen met de kinderarts wat handig is. Maar ik denk dat we ja, de dag van ontslag wat gaat schuiven. Later in de week, hoop ik. En anders nog iets later. Maar ja, ik vind anders echt sneu worden. Het kost heel veel energie. En dat moet ook niet. Hè, meisje? Want ze doet het zo goed. Dus. Nou ja, dan maar wat langer dan toch maar. Maar dat voelt ook voor mij wat beter, denk ik. En dat vind ik echt heel erg zielig anders. Dus ze ook hier dat slikken en verstikken en weet ik veel wat. Dat ze echt, ja, er echt zoveel moeite voor doet om te blijven ademen en te drinken. Dat ik denk, ja, een half uur verder, dat moet je niet willen. Dus nou, ik hoor het wel, maar ik vermoed dat het allemaal wat gaat schuiven. Wauw! Ik ga een verhaaltje vertellen. Wat ga je doen, Kendra? Pyjama. Slaap. Ja, slaap. Buiten loopt een schaap. Schaap met witte voetjes. Drinkt haar melk zo zoetjes.
Slaap, Alexa, slaap. Daar buiten loopt een schaap. Slaap lekker, Alexa. Goed zo. Dus alweer zondag, dat betekent dat Alexa vandaag 3 weken oud is. En kijk wat een gezelligheid op de kamer. Elvera voor de stichting Early Birds is druk bezig met baby Alexa te fotograferen en de rest. En dan gaan wij, dat is wel heel erg leuk, want eigenlijk doet Elvera het niet meer. En verband met alle drukte, maar ze wil toch nog even een uitzondering maken. Daar zijn we heel erg blij mee. En volgens mij vind ik het kennen ook wel interessant. Ik ben een baby. Dus dat is wel heel erg leuk dat het zo kan. Nou, dan gaan we aan de slag. 3 weken alweer. Ja. Grote meid. Ik kan ook kolpen. Mama kan. Ken jij dat de bedoeling? Doe maar niet, hè? Nee, doe maar even opruimen. Nou, oh, niet? Oké. Okay. Nou. Het zou mooi zijn, precies als jij er bent. Het staat ook vast. Ik kan niet zeggen, iemand het vastleggen. Ja. Nee, helaas. Dus het was te mooi waar. Ja, is het toch weer een knoopje niet goed. Ja. Ik heb al die onzin dingen het huis uitgegooid. Nee, er zit altijd nog een knoopje die dat moet.